What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're gonna be jumping into something. I've heard that it's some sort of trailer. So let's jump in, let's check it out. Groot Appear, 1480 to 1520, Finster 10. If you guys enjoy the content along the way, definitely go over, subscribe to Frisky Cannon. Frisky Cannon, that's what it says right there to me. Frisky Cannon, maybe. We're hitting the like button. We've already subscribed. You should do the same. It's down inside the description. Let's see what we got. Let's go. Misschien wel de meest legendarische Fries aller tijden is Grutte Pier. Pier Gerlofs Donia zat er aan zitten, is een van de kleurrijkste figuren uit de geschiedenis. Een man dat stoere verhalen over verteld worden, maar werd ik een heel soort kritiek op te leveren vond. Van de ien is er de Friske vrijheidsheld bij uitstek. Ek al kamer pas in actie doet de vrijheid al niet meer te redden weer. Van de oor is er een vrede bendeleider die het elke keer verzoekte die het net accent leert. What? Literally, they just drowned him because they couldn't pronounce a word? I can't pronounce that, I'm be drowned too. Damn not it. Van de oor is er een vrede bendeleider die het elke keer verzoekte die net accent leest butter, bread and green cheese, zei ze koor. Butter, bread and green cheese? I'm not eating no green cheese, number one. Lang hadden meesken twijfelen of de mama uit Grutte Zwut wel echt bestingen had. Of dat er niet gewoon een product weer van sterke verhaal. Maar intussen is wel wis dat Grutte Pier echt libben had. En ik echt vochten en wadden. Did he really have a sword the size of his body though? In de tijd van Grutte Pier is het onrustig in West-Europa. De mitsenjongen rennen naar de ein en er brekt weer een nieuwe tijd aan. De Renaissance. Tussen de verschillende keizers en koningen wordt het onderhandelen en soms vochten om te alle keer nieuwe, sterkere en grotere landen te komen. In het noordwesten van Europa binnen de meeste van deze landen en landjes onderdeel van het grote, heilige Roomse Rijk. Eens is dit Rijk een lappendeken van alle Gelietse landjes. Keizer Maximiliaan I is de grote baas. Maximiliaan komt uit het Habsburgse Vorstenhuis. In die tijd de belangrijkste familie in het heilige Roomse Rijk. Hij stelt zijn zoon, Philips de Schone, aan als landheer van Nederland. Nederland wordt dan wel de Habsburgse Nederlanden neemt. Philips de Schone wordt van de Nederlanden een grote en sterke eenheidsstaat maken. Friesland staat kwart na 1500 onder het gezag van hartog George van Saxen, de opvolger van Albrecht van Saxen. De hartogen van Saxen binnen eens de zetbazen van Philips de Schone. George van Saxen is niet bij elke nieuw populair, maar kan altijd wel rekken je op de stiepen van een stikke wat Friesen. De Frensjes jaren het als zijn voelste aanhangers. Er is. I have to say that this animation is amazing. Like, it's done really well. The whole thing, the voiceover, everything is done to a way that you just stay captured. I don't know if it's the sound. I don't know if it's just the visuals that kind of just keep you on edge. But I'm saying, anything about history, if we find out that this man, some people didn't even believe that this man existed, but now we find out that he was real and he was like as crazy as they say, like as savage as they say, drowning someone because they can't pronounce something, that's kind of crazy to me. De Fransje dus jaren het als zijn voelste aanhangers. Er is liek wel zeker een orenhartog. Karel van Gelre, die het egen op Friesland smiet. Hij biedt hem zelfs aan als bevrijer van het impopulaire bewoord van George van Saxen. In november 1514 docht een Gelders legerke een inval bij Staren, waarna het in kwarte tijd de hele Zuidwesthoeken in Gelderse handen valt. Dat is het begin van een oorlog die njoggen hier doorgezet. Pier is op dat stuit een jonge boer op Donia Sate onder Kimswet. Op 29 januari 1515, als de oorlog tussen de hartog van Saxen en de hartog van Gelre nog maar 12 maanden aan de gang is, wordt Pier simpleerts platbrand door een troep Frensjes die het maar de hartog van Saxen hoort. Na de brand let er het boerenwerk voor wat het is, maar een handvol lotgenoten uit Arem, Wietmassum en zijn eigen dorp. There's no better way to piss a man off than to burn down his house, I'm saying.
I'm coming for you too. Vorm het er een bende. You didn't take away what I love. De heer. Die vraagt in mijn wol op een saksen en haar helpers. Al gauw kiest Grutte Pier de kant van de hartog van Gelre. George van Saksen loopt hem in deze tijd uit Friesland waarom, nadat hij zijn ruchten verkocht had aan de greven van Holland, de toekomstige keizer Karel de Vijfde. Zo veroorde de strijdje in de Saksen in een strijdje in de Hollanders. In die strijd leed Grutte Pier een goed jilde. Hij werd ongevierder van de zaneemde Seinschipsluiden, die met haar zeeroverheftige schippen de Hollandse vloot op de Zuiderzee de ene slag naar de oren te brengen. Even liggen het erop dat de Geldersen en de Friesen die haar helpen het winnen zullen. Als lijkwijls duidelijk wordt dat de Gelderse hartog alleen maar uit is op de heerschappij over Friesland, wordt zijn Friese oorhing stadig onwaai. Pier liet hem in 1519 nog één keer broeken voor een tocht over land naar Emmerik. Maar na het misleiden daarvan loopt er hem teleursteld uit de strijd waarom. In Grutte Pier komen barbarij en vrijheidszin bij elkaar. Bij het beeld van hem jaren ik zijn onbiedig Grut zwart en zijn anti-Hollandse gevoelens. Worst ik van een fineworst, een held of een barbaar? Wow. Uit de Friese geschiedenis is er net wat te denken. Hey, facts, good or bad, people are a part of history. And if they did something notable, we're going to remember them in some way, shape, or form. Absolutely an intriguing story. Absolutely something I would love to hear more about. The man with the giant sword. If you guys enjoyed it, definitely go show Friese Cannon some love. We already hit the like button. We've already subscribed. You should do the same. It's down outside of the description. Hit the like button if you liked it. The dislike button if you disliked it. Check out the other video up there or one of the guys up here. Until the next one, I'm Holly Combustible. You guys be happy, healthy, safe. Love you to the moon and back. Peace.